ik dus ook wel trots. Uiteindelijk, ik woon op Moerdijk. Ik ben hier geboren en ik ben hier getrouwd en ik heb hier mijn huishouden en ja, wat wilde nog meer? Door de havenvisie krijg je een heel andere situatie, want dan voelen ze zich voor de zoveelste keer eigenlijk een beetje het rioolputje van de gemeente. Maar goed, de commissie Nijpels die heeft eerder ook al gezegd. Ja, Nijpels die gooien hem in de haven. Waarom? Die gooien hem in de haven. Die gooien in de haven? Die verzuipen hem niet. Toen zei mijn man, brengt hem aan, dan verzuip ik hem. En dat kwam op televisie en alweer. Ik durf met gerust hart Moerdijk over straat en daar naartoe te gaan. Nee, maar ja, dat is allemaal goed afgelopen, want we hebben hem niet meer gezien. Onbekend, onbemind. Enorm het gevoel dat... dat wat er van dit haven- en industrieterrein afkwam, eigenlijk alleen maar nadelig was. Moerdijk wordt heel vaak geassocieerd met het industrieterrein. Ja. En nu willen wij de nadruk leggen echt op het dorp. Op het dorp zelf. Uiteindelijk kunnen we als Brabanders kunnen we goed netwerken en naar elkaar luisteren. En ik ben er blij om dat we een regeling hebben kunnen treffen waarin we echt naar elkaar geluisterd hebben. We willen gewoon laten zien in dit dorp dat we gewoon... zowel jongeren als ouderen hebben en daar probeer je allemaal je best voor te doen.